er gingen geruchten rond op een gegeven moment van dat ze hadden een ultimatum gesteld en wij zouden dan met het vliegtuig weg en naar een warm land. Waar dat dan ook mogen wezen. Er wordt natuurlijk wel gepraat onder elkaar van misschien gaan we wel naar Ambon. Dat soort geroezemoes, dan wil wij daar antwoord op hebben. Nou, als het ultimatum afgelopen zou zijn en het zou negatief zijn, dan zouden ze een handgranaat gooien. En dat is wel rondom dat tijdstip is wel iedereen naar de buitenkant van dat lokaal gedirigeerd. En blijf maar mooi aan de kant zitten. Een van die Molukkers die zat daar mee te tossen in zijn hand zo. Van dit is hem. Dus die handgranaat gaat gegooid worden. En toen hebben we nog met elkaar afgesproken van, als leerkrachten van, wij zitten verspreid door die hal tussen de kinderen. En als er nou een handgranaat echt gegooid wordt, dan moet de leerkracht die het dichtste erbij zit, die moet er maar opspringen. Want beter 1 dood dan 20 dood. Ago, without incident and without any sign of life from the school that you can see there about 400 yards away. So far there have been no sounds from the school just 200 yards behind me. What we do know is that a few minutes ago waiting Dutch Marines began putting on their bulletproof vests. At the same time a Dutch MP, Mr. David Molliman... Voordat het ultimatum afliep, dat was meen op de woensdagmiddag, 2 uur of zo zou dat aflopen. Hebben wij rond 10:00 ochtends met een flink aantal kinderen voor 2 ramen staan schreeuwen van acht, wij willen leven. En dat was dan om die eis nog even wat kracht bij te zetten. Ja, er zijn meningen over verdeeld hoe wij bij het raam zijn gekomen. De een zegt dat de oudere klassen dat gingen doen. In mijn beleving is gewoon een leraar naar ons toegelopen, naar een groep kinderen. Willen jullie mee? En wij zijn meegegaan en er werd op het bord geschreven. Maar ook daar was heel veel onrust. De herinnering die ik heb is dat er 10 kinderen zijn uitgepikt zo van kom maar even mee. En die zijn meegenomen naar toen de 3e klas was. En we moesten gaan zitten en op het bord stond van acht wij willen leven. En Van Vliet die legde dan uit van we gaan straks 5 van 5 aan het raam staan. En dan gaat het raam open en dan gaan we dit met elkaar roepen we dat naar buiten toe. Ik zie ze.